Leuk dat je kijkt. Dit is alweer een tijd geleden dat je mij hier op YouTube zag. Dit is lang geleden dat ik een video heb opgemaakt, dus het is weer even wennen voor mij. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je alsjeblieft. Ik ben heel veel van plan hier. Om te beginnen deze vegan kaasplank. Want de afgelopen week zijn er een aantal nieuwe vegan kazen verschenen in de supermarkt. En vooral bij Albert Heijn. En ik heb wat kaasjes ingeslagen en ik dacht, ja, dat is toch wel een mooie aanleiding om weer eens een keer een video te maken. Dus bij deze, ik ben heel erg benieuwd. Eigenlijk mijn ervaringen met vegan kaas zijn niet zo geweldig. Sommige wel, maar als ik heel eerlijk ben, 9 van de 10, nee. Dan heb ik toch liever zelfgemaakt vegan kaas. Maar ja, het gemak van vegan kaas uit de winkel is toch ook wel wat waard. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien is het wel heel erg verbeterd. Dus we gaan ze gewoon allemaal af. En ik heb jullie ook gevraagd, voor vragen, heb je een vraag voor mij? Nou, gelukkig zijn er behoorlijk wat vragen binnengekomen via Instagram. Heb je nog een vraag, laat hem vooral hieronder achter. Of stel hem per mail, info@wateetjedanwel.nl. Of via mijn DM op Instagram of hier een privébericht. Vind ik heel erg leuk om ze te beantwoorden. Dus dat ga ik doen. Deze staren mij heel erg aan. Dit zijn de kaasblokjes. En ik heb de verpakkingen meegenomen. Ik ga beginnen met Violife blok. Deze heb ik volgens mij nog nooit gegeten. Dit is eigenlijk gewoon een blok kaas. Zoals een jonge kaas, denk ik. Ik heb hem bij Jumbo gekocht. En hij kostte mij €2,99. Ja, het is niet super goedkoop voor wat het is. Want het is natuurlijk maar 200 gram. Maar voor vegan kaas begrippen is €2,99 wel betaalbaar. Daar gaan we. De bite is wel zoals hele jonge kaas. De ingrediënten bestaan uit water. Dat is het eerste ingrediënt. Dus het eerste ingrediënt is altijd waar het meeste van in zit. Dus water bestaat voornamelijk uit water. 21% kokosolie. Zetmeel, gemodificeerd zetmeel, zeezout, aroma's, olijfextract, kleurstof en vitamine B12. Dan vind ik het wel knap dat je met zo weinig eigenlijk ingrediënten toch wel een goede kaassmaak kan krijgen. En het smaakt niet naar kokosolie of zo. En ik vind deze wel voor herhaling vatbaar en aanrader. Het is natuurlijk niet kaas zoals je gewend bent als je nog kaas at, zeg maar. Voordat ik veganist ben. Dat moet ik eerlijk toegeven. Je proeft wel dat het vegan is. Maar voor vegan kaas vind ik hem echt niet slecht. Vind ik hem wel lekker. Oké, ik ben heel benieuwd naar de volgende. Deze heb ik bij Albert Heijn gekocht. Hij is wel prijzig hoor. €4,99. En dit is een camembert. Oh, camembert erboven. Van Nature and Moi. Ik ben heel benieuwd, want het ziet er echt uit als camembert op de foto. Ook weer water en kokosolie als twee eerste ingrediënten. Nou, daar gaan we dan. Ik ben heel benieuwd. Het lijkt een beetje op brie. Ik heb niet echt camembert echt gegeten volgens mij toen ik nog vegetariër was. Ik ben heel benieuwd. Het heeft niet echt een geur. Wauw. Zo. Het doet me een beetje denken aan brie. Vanwege dat witte eromheen. Ik weet echt niet of camembert dat ook heeft hoor. Ja, vast wel. Anders zou het er niet zo uitzien, maar... Ja, ik vind dit heel erg lekker. Ja, dit heeft niet zo'n vieze, chemisch raar smaakje wat heel veel vegan kazen hebben. Zo, ik ben hier echt door verrast. Deze ga ik absoluut vaker kopen. Ja, dan kom ik aan bij deze twee, want die liggen daar dus naast. En die hebben deze deksels. Kruidencreme spicy kruiden en kruidencreme groene kruiden, plantaardig. En allebei €1,09, wat ik echt een... fijne prijs vindt voor een vegan product. Dat komt niet vaak tegen zo goedkoop. Al is de kruidencreme van Jumbo al jaren ook rond een euro. Ziet er ook een beetje hetzelfde uit. Dit is die met groene kruiden. En dit is dus de spicy. Het bestaat uit plantaardige olie. Raap, palm, kokos, zonbloem. Water, specerijen. Ja, en allerlei andere ingrediënten. En oh ja, hier zit dus ook spinazie doorheen. Apart. En dan probeer ik eerst de spicy. En trouwens, ik wil ook jullie vragen tussendoor beantwoorden. Dus ik ga even spieken wat voor vragen er zijn. Het ruikt wel lekker. Nee. Ik ben hier niet zo'n fan van. Waarom niet?
Omdat ik inderdaad gelijk al proef dat het hoofdzakelijk bestaat uit olie. Het is heel vet. Het is heel vet. Het is net of ik een hap, op hap boter. Of nou ja, hap, kijk, wat doe je bij kruidenboter? Is dat natuurlijk ook boter. Ik zie ook echt het vet erop liggen, zeg maar. Nee, ik vind dit niet zo'n succes. Dus dan ga ik naar de groene kruiden. Deze lijkt wat minder vet te zijn. Vette 68%. 67%. Oh grappig, deze lijkt me minder vet. Bevat 1% meer vet. Nee, deze zou ik niet weer kopen. Ik ga even kijken naar jullie vragen trouwens tussendoor. Allereerst vond ik ook heel attent. Hoe gaat het met je? Nou, dat vond ik heel lief. Dankjewel. Het gaat hartstikke goed met mij. Ja, het is natuurlijk een heel... Ja, als je me langer volgt, dan weet je dat. Als je net voor het eerste keer kijkt of zo, dan weet je dat niet. Maar ik heb een pittig jaar gehad. Waarin, heel kort samengevat, waarin mijn vader vorig jaar heel ziek werd. Een heel pittig jaar daarmee gehad. En uiteindelijk is mijn vader overleden. En dat is echt een hele heftige tijd geweest. Dus dat heeft tijd nodig gehad voor mij ook om daarmee om te gaan. En op gezondheidsvlak ook niet helemaal super met mijzelf. Maar het gaat weer gewoon goed. En het gaat goed met wat eet je dan wel ook. Afgelopen zaterdag had ik mijn vuurdoop op Nederlandse televisie. Bij RTL Boulevard. Ja, en dat vond ik wel spannend. Maar ik besloot er gewoon voor te gaan. En het is me achteraf ontzettend meegevallen. Ze hebben het mooi gemonteerd. En ik was heel tevreden over het stuk. Het is toch meer een stukje positiviteit naar veganisme toe. Zeker in zo'n programma als RTL Boulevard. Waar heel veel mensen naar kijken. Top dat ze er aandacht aan besteed hebben. Aan vegan barbecue ging het over. En ik werd gevraagd naar mijn mening over burgers. En over het assortiment momenteel in de winkels. Vond ik super leuk. En ik ben zo trots dat ik dat toch maar even heb geflikt. Wat zou iedere vegan in huis moeten hebben? Edelgistvlokken. En kallenamak. En als je van beide niet weet wat het is. Ik zet het hieronder in de beschrijving. Edelgistvlokken, kort gezegd, geven gerechten en een smaak en geur die aan kaas doet denken. En kallenamak wordt ook wel zwart zout genoemd. En als je dat eenmaal hebt geprobeerd, dan gaat er een wereld voor je open. Dat doet gerechten naar ei ruiken en smaken. En dat is voor mij echt zo fijn als ik echt heel erg trek in ei heb. Het komt niet vaak voor, gelukkig, maar heel soms heb ik zo'n trek in ei. Dan gebruik ik dat gewoon door iets, door tofu bijvoorbeeld. En dan heb ik gewoon toch mijn cravings zijn dan echt gestild. Dus wat mij betreft is dat wat je echt in huis standaard moet hebben als vegan. Welke middelen gebruik jij voor het huishouden? Ik zoek zelf naar vegan en milieuvriendelijk. Ook daar heb ik op mijn website, op wateetjedanwel.nl, ik zal het hieronder linken, heb ik een artikel staan. Wat voor producten ik gebruik in het huishouden. Welke allesreiniger, welke handzeep bijvoorbeeld. Er zijn meer producten, ook gewoon in de supermarkt, heel betaalbaar dan je zou denken die gewoon vegan zijn. Bijvoorbeeld een allesreinigerspray die ik zelf heel fijn vind. Die is gewoon te koop bij de Action. Echt voor €2 of zo. Ik doe er echt eeuwen mee, dus ik weet niet eens wat die kost. Het is heel lang geleden dat ik die gekocht heb. Dat vind ik ook een hele leuke vraag. Kunnen we ooit een kookboek verwachten? Kan nu al niet wachten. Dankjewel. Dat vind ik super om te horen. Die vraag krijg ik best wel vaak. Het is ook wel mijn droom. Ik was gisteren bij Donner. Dat is een boekwinkel in Rotterdam. En dan loop ik over de kookafdeling en dan denk ik, oh my god, ik hoop echt dat ik ooit daar een groot boek met een grote kers op de voorkant van het logo van het Eet Je Nog Wel. Ik hoef niet eens op de voorkant, maar gewoon mooi herkenbaar. Ja, dat lijkt me fantastisch. Dus dat is wel iets waar ik naartoe werk. Alleen, je maakt niet even een kookboek. Want ik ga niet een kookboek maken met de recepten die al op Wat Eet Je Dan Wel staan. Ik wil wel dat dat exclusief is dan. Dat je wel betaalt voor iets wat nog niet bestaat, zeg maar. Dus ja, in progress. Leuk dat je het vraagt. Oké, ik ga nu eventjes verder met de kaas. Dan gaan we naar de volgende. Ik heb hier wat druifjes, want dat hoort natuurlijk bij een kaasplankje. En wat medjool-dadels. En ik heb wat lekkere kleine augurkjes erbij. Dit is de amandel-kruidenrol van Trendfood Vital. En deze heb ik ook gekocht bij Albert Heijn. Dit was €2,19. Ook hier is water het eerste ingrediënt. Kokosvet, dus eigenlijk dezelfde opbouw eigenlijk als die andere kazen. Dit is echt water en kokosolie, kokosvet.
amandelpoeder en 2,5% kruiden. Dat vind ik niet veel voor een kruidenrol, als ik heel eerlijk ben. Zout, een zuurteregelaar, citroenzuur. Dus hij kost €2,19. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem gewoon zo eten. Hij ziet er dus zo uit. Ja. Zeker niet vies. Maar wat ik al dacht. Ik mis een beetje de kruiden. Het is totaal niet kruidig of zo. Je proeft wel in de verte een kruid of zo. Ik had ook niet bij wat voor kruiden. 2,5% kruiden. Ja, ik vind het niet echt heel erg veel. En dan heb ik er twee. En die heb ik bij Jumbo gekocht. Die zijn van Bedda. Die waren €2,29. Dus een dubbeltje duurder dan die van Albert Heijn. En die smaken paprika en peper. Paprika. Mee beginnen. Wel oké. Ja, wel oké. Niet spannend. Ik zou het niet nog een keer kopen. Oké, dus van peper dan. Zwarte peper eromheen. Daar verwacht ik wel wat meer van. Ik proef hier vooral peper. Te veel peper. Nee. Nou, ik heb ze allemaal geproefd. En dan nu natuurlijk mijn uiteindelijke oordeel. Mijn favoriet. Deze. Nummer 2 is deze. Wat volgt er dan? Ja, dan toch wel de amandelkruidenrol. En dan deze. De Bedda amandelrol met paprika. Daarop volgt de Bedda amandelrol met zwarte peper. Het minst lekker, wat ik echt niet meer zou kopen, zijn deze twee plantaardige kruidencreme. Groene kruiden en pittig spicy van Albert Heijn. Sorry Albert Heijn, dit is veel te vet. Echt. En meer kruiden of zo, want het is veel te vet. Dus ja, dat was mijn oordeel over deze vegan kaasjes. Maar nou ben ik heel erg benieuwd, want mijn vriend Fabien is van Franse afkomst. En hij heeft echt een neus voor kaas. Ik ben heel benieuwd wat hij nou vindt van die plantaardige kaas, want hij is echt helemaal gek op kaas. Dus ja, ik ga hem er even bij halen. Kijken wat hij ervan vindt. Wauw, Jean. Ja. Het ziet er waanzinnig uit. Ja, ik heb het niet zelf gemaakt. Ik zal het even opschrijven voor je. Ja, gaat wel. Ja, gaat het? Ja, zo gaat het. Wauw. Ik ben heel benieuwd wat jij als Fransman ervan vindt. Ja? Ik ben hier begonnen. Ja, je moet altijd beginnen. Ja, sorry, ik geef gelijk tips, hè. Als Fransman, kaaskenner. Ja, ik heb het voor je moet eerst beginnen met het meest lichtige en het jonge. Oh. Dus jong en dan naar wat pittig. Nou. En pittig is dan meer denk aan schimmelkazen en dat soort dingen. Alleen ja, er zijn natuurlijk hier geen echte schimmels op zitten. Nee, die kon ik niet vinden. Die is er wel, maar die kon ik niet vinden. Maar dat heb ik toevallig dan aangehouden. Ja. Dit is dat moet je. Nou, voelde het gewoon aan. Heel apart. Nou, moet ik wel zeggen dat echt Nederlandse jonge kaas van zichzelf al niet zo heel gek veel smaak heeft. Hangt vanaf wat voor merk. Lieve kip? Nee. Nee. Nou, dat was dus de Violijf. Ga weg. Het blok. Apart. En toen ging ik voor die. Ja, maar wat is dit? Dit en dit. Ben je ook benieuwd? Ik kan dus goed naar. Nee, maar vertel, want dan kan ik misschien mijn smaak. Ja, oké, okay, ja, dat zijn deze. Dus dat is de Bedda zwarte peper. Zwarte peper, oké. Okay. Amandelrol, dus op basis van amandel. Bedda paprika. Dat is die rode. En de amandelkruidenrol. Dat is die. Dat is die. Oké, okay, cool. En dit? Dat zijn dus plantaardige soort kruidenboter. Spicy en groene kruiden. Oké. Okay. En dit is camembert. Nou, dan doe ik die spicy als laatste. En die zwarte peper ook als laatste van die drie. Oké. Oké, is goed. Top. Ja, ik ben benieuwd. Brie, man. Brie? Wordt het ja, dan verkocht als brie? Ook. Nee, camembert. Toch? Of niet? Het ziet er meer uit als brie. Toch, had ik toch gelijk, hè? Ik dacht, ja. Ik kan... Ja, dat had je goed. Oké. Okay. Camembert, het is toch camembert, nou, staat er. Het ziet er niet uit, echt nee? Als camembert. Ja. Zie je wel, ik dacht al, ik voelde meer brie vibes dan camembert. Wauw, maar het is echt, de textuur is echt bizar. Ja, het is een stukje zwarte peper op van die. Ja, dat maakt niet uit. Maar het meest rare is dat witte, dat is in het echt
echte brie en camembert. Is het, ook zo, het voelt ook zo zacht aan, het witte, aan de buitenkant. Zo ja. Raar. Een beetje gekreukeld of zo. Ik vind het niet zo erg naar camembert of brie smaken. Nee? Nee, maar de textuur is echt bizar opvallend. Echt. Bizar. vooral de buitenkant. Dat is wel heel raar. Als je een slokje water werkt. Ja, doe maar even weg. Oh ja, hier is een servetje. Vind je het toch niet lekker? Hij had wel neutraler moeten zijn qua smaak. Ja, vind je? Ja, vind ik wel. Niet meer leer. Je kan het gewoon pakken hoor. Een bordje? Nee. Ik ben bang dat ik het misschien niet lekker vind. Dan leg je het op een doosje. Dat is je bordje. Dit is deze. De amandelrol. Ik kan niet echt goed zien, maar het is, ja, het is in ieder geval die amandelrol. Van Albert Heijn. Met kruiden. Lekkere smaak. Ja. Dan meer dan die andere. Dat is die met paprika van Bedda. Die paprika overheerst. Het is meer het mondgevoel, dus ik denk dat je kaas aan het eten bent, maar ik kom niet echt in de buurt van kaas. Ben je ook bij elkaar aan het wezen? En even een toosje erbij. Die zwarte peper, dat heb ik meer interesse in. Ik hou van peper. Ja, vind je lekker? Ik vond zoveel peper. Ja? Oh nee man, lekker. Tranen sprongen in mijn ogen man. Meen je dat? Bijna een soort van, ja. Jij? Ja. Ik vond echt te veel peper. Terwijl jij een keer die challenge hebt gedaan. Ja, de hot noodle challenge. Nee, ik vond het... Kun je hier zien trouwens? Nou, ik noem het. Nee, dat komt wel goed. Ja? Oké, dat is mijn favoriet tot nu toe. Oh, ja, echt waar? De zwarte peper, oké. Wauw. Zie maar, smaak verschillen. Dat is enorm. Bizar. Daarom, als iemand vraagt, is het lekker, dat weet ik niet. Want, ja. Hoef het, zou ik zeggen. Dit is dus zijn favoriet tot nu toe. Bedda, bij Jumbo. Die is echt lekker. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van die twee vindt. Niet verkeerd. Oké. Bizar? Ja. Weg? Ik vind hem veel te vet. Ja? En niet lekker. Ik zou hem niet kopen. Jij wel? Nee, ik ben niet van de smeertjes, maar... Nee. Daardoor zou ik die bereidingen niet kopen. Nee. Maar ik vind het wel lekker. Oké. Okay. Maar niet dat dik. Een soort kruidenboter. Groene kruidenboter, ja. Oké. Nou. Normaal gesproken met echte kaas, dan zal die camembert mijn favoriet zijn en ja. Donkjes kaas. Maar met vegan varianten, ja. Dan is dat nummer 1 die zwarte peper. Oké, Bedda. Die Bedda. You Bedda. You Bedda, you betcha. Zal deze op nummer 1 voor mij. En deze. Oh. Albert Heijn toch? Ja, Albert Heijn, ja. Bizar, wat een vooruitgang heeft het dan geboekt de laatste jaren. Ja, ja dat wel. Dat is echt insane. Oh, ik wil nog een keer zo'n peper. Nou, dat is toch niet verwacht zeg. Nou, die is echt heel lekker. Sure. Oké, nou, verrassend. We kijken er echt verschillend naar, verschillende smaak. Dit was mijn favoriet en toen kwam die. Ja? Vond de rest niet zo. Nee? Nee, ik zal alleen deze nog een keer kopen, die twee. Zit? Ja. De rest, nee. Mm-hmm. Zoveel peper. Mm. Kan het niet handelen hoor. Mm.
Oké, okay, nou, leuk om te zien. Dus geen vegan die dat dan toch kan waarderen, hè? Een niet-vegan. Nee, tuurlijk. Alles wat jij maakt kan ik waarderen. Sowieso. Maar ik heb het niet gemaakt. Nee, maar ik bedoel maar. Ja, oké. Okay. Mogen ze wel weten? Ja, dat is waar. Mogen ze wel weten. Oh nee, dat is wel lief. Oké, okay, nou, dat was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!